Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool Know podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool Know podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool Know podcast. En ik heb vandaag een hele leuke toffe gast. En dat is Marieke van IJssel. Hey Marieke, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om als toffe gast aangekondigd te worden. Nou, dat ben je wel, vind ik. Inspirerend ook en leuk. En we kennen elkaar nou toch best al een tijdje. En ik mocht laatst de gast zijn in jouw prachtige podcastserie, videoserie, De Cirkel van Veerkracht. En ja, dat was heel tof. Dank je wel nog voor de uitnodiging. En ik zat te denken, waar kennen wij elkaar nou van? Dat weet ik eigenlijk niet precies, maar ik heb jou ooit geïnterviewd voor mijn platform De Rijke Meisjes, omdat jij toen bezig was met de geluksroute. Ja. En dat vond ik zo inspirerend. Ja. En we hadden het er net even in het voorgesprekje over. Het is de 10e editie. Ja, we hebben afgelopen september was de 10e editie in Leiden. Dus dan hebben we een jubileumfeestje gehad. En de enige stad die ook elk jaar is geweest, toen het kon, is Haarlem. En dat is altijd het eerste weekend van februari. En toen hadden we toch zoiets, ja, het is toch wel heel erg leuk om daar in ieder geval iets feestelijks van te doen. Een hele grote route, ja, dat voelde niet zo, maar iets van toch samenkomen en elkaar weer even herinneren aan hoe rijk we eigenlijk zijn in geluk. Als je het wil zien en hoe het in kleine dingen zit. Ja, dat is toch wel heel cool. Even voordat ik jou ga vragen, leg eens uit wat die geluksroute is. Ja, de leukste vraag die je me kan stellen. Ja. Marieke, wat doe jij? Jij organiseert dat, maar wat doe je verder nog? Waar ben je mee bezig? Wat is jouw goud? Ja, nou eigenlijk heb ik mezelf een aantal jaar geleden, ik heb best wel een pittige tijd gehad en toen ik daar soort van weer een beetje aan het uitkomen was, heb ik mezelf het cadeau gedaan om niet meer te hoeven kiezen. Want ik dacht vroeger, ik was en creatief en ik kon heel makkelijk leren. Ja, en dat heel makkelijk leren, dat was gewoon logischer, want daar ging je brood mee verdienen. Nou heb ik wel echt twee studies gedaan waar ik heel in geïnteresseerd was. Maar dat creatieve heb ik een beetje laten hangen. Weet je, dat werd dan een beetje zo van voor de kinderen wat. Of, terwijl eigenlijk dat deed me helemaal niet goed. Omdat, zeg maar, om zo die keuze te maken van oké, ik ga nu naar de universiteit en ik ga dat. En dus toen ik soort van met die periode bezig was en zo aan het kijken van goh, maar wat wil ik nou eigenlijk verder? Ja, toen kwam heel duidelijk naar voren, ja, maar ik wil gewoon niet meer kiezen. Ik wil gewoon doen waarvan ik voel dat het betekenis kan brengen. Iets waar ik zelf ook een beetje energie van krijg, blij van word. En ik hou gewoon van niks iets maken. Dus ik heb vanochtend coaching gedaan. Ik doe systemisch werk, dus ik doe met de familieopstellingen. En dat is dan in een oud pand, een oud schoolgebouw. En dan heb ik een lokaal opgeknapt. Nou, als je daar komt, denk je, wauw, wat een heerlijke plek. En er was helemaal niks. Weet je, het was gewoon een kaal glaslokaal met helemaal niks. Nou, en dan ga je dingen, ja, dan ga je er iets inbrengen. Je gaat de energie erin zetten. En op een gegeven moment is het gewoon een hele fijne plek. Het heet de Huis van Mogelijkheden, het Huis van Mogelijkheden. En dan, die naam klopt ook helemaal. Als je daar binnenkomt, denk je, ja,
Nou, hier is weer, zijn weer dingen mogelijk. Dus ik hou heel erg van. Ja, van er was eerst niks. En dan kom ik. Niet ik als in kijk mij, maar dan kom ik als in. Ik geef expressie aan het leven en dan is er iets. Ja, en dat vind ik geweldig. Dus. Ja. Het is niet meer een soort elevator pitch waar ik mee aan kan komen. Nee, dat is niet in één zin. Nee, maar het is wel heel fijn om te voelen dat ik ben aan het schilderen. Ik maak heel veel vilt, godinnen of andere krachtvoorwerpen, zeg maar. Of soort cirkels waar mensen dan, dat ze zeg maar zichzelf even kunnen centreren op een plek. Maar ik vind het ook heel erg leuk om hartjes te haken en die uit te delen om het onverwachte. Of ik maak vaccinelichtjes, die versier ik en die deel ik uit om mensen weer even het licht, aan het licht te herinneren. En dat heeft me dus heel veel gebracht om die rijkheid van mezelf ook te mogen leven. Ja. Ja, dat snap ik wel. En dat is ook een beetje wat de geluksroute inderdaad, nou ja, in mijn ogen ook is. Hè? Het is een route door een stad. Je hebt best wel een aantal steden waar jullie het organiseerden. En jij mag eigenlijk bij mensen op bezoek die iets tofs te bieden hebben. Hè? Iets creatiefs, iets spiritueels, iets kan eigenlijk van alles zijn. Ja, ja. Ja, eigenlijk waar zij blij van worden. En dan niet ze zeg maar van hè, wat we soms een beetje door van alles aangepraat krijgen. Dat je blij wordt als je die of die trui aan hebt. Of die, nou ja, dat heb gekocht. Of dat heb gekocht. Of dat heb gekocht. Maar echt een soort blijheid van binnenuit. Dus weet je, als iemand zegt, ja, ik heb een heerlijk recept voor soep. Van mijn oma, maar eigenlijk, ja, ik woon nu in mijn eentje. Ik maak het eigenlijk nooit meer. Maar voor de geluksroute maak ik een hele pan. En dan mogen mensen bij mij binnenkomen en gewoon een kopje soep komen drinken, eten. En ja, dan lekker een mooi gesprek. Ontstaat er een mooi gesprek over herinneringen aan eten of herinneringen aan je oma of weet ik veel wat, weet je. Iedereen mag daar ook zijn eigen insteek in vinden. Dus het gaat helemaal niet over dat je pas yoga mag delen als jij je yogaopleiding cum laude bent geslaagd. Maar dat jij er blij van wordt. En die blijdschap, dat geef je door. Ja, ja. Dus dat geeft ook heel veel, dat geeft heel veel ruimte voor experiment, voor ontdekken, voor exploreren, voor kijken van, goh, wat gebeurt er als ik allemaal theezakjes aan een paraplu hang? En ik ga daarmee de stad inlopen en ik nodig mensen uit om een zakje thee van de paraplu af te halen. En dan hebben we een mooi gesprek over thee of over een moment voor jezelf. Maar goed, dus dat experiment, weet je, dat uitzoeken van, goh, wat gebeurt er als? Ja. En dan openlaten. En dan niet gaan invullen, ja, maar als ik B, A doe, dan moet er B gebeuren. Of als ik B doe, dan moet er C gebeuren. Of D, of whatever. Ja, maar gewoon, ik ga gewoon A doen, omdat ik daar blij van word. Omdat ik, ja, als ik een dag A heb gedaan, dan ga ik blij slapen. Weet je, zo. Mm-hmm. Heel erg een beweging van binnenuit. En die gaat over verbinding, verbonden zijn met je kern en verbonden zijn met. Nou ja, boven, beneden, links, rechts, voor, achter. Van daaruit iets op laten komen. Dat is gewoon een onwijs mooi avontuur nog steeds. En dat is voor de gever heel leuk om te doen. Maar het is ook heel leuk voor de ontvanger. Want ik kan me herinneren dat ik ook een keer zo'n route heb gelopen. En dat je dan inderdaad, ja, je hebt geen idee wat je gaat tegenkomen. En je kan dan wel zien van, oh, dit hoort bij de route. Je krijgt een kaart en dan kan je dan kijken van, nou, daar en daar, dat straatje. Je komt op hele verrassende plekken. Je komt soms inderdaad bij mensen thuis of soms is het buiten. En ik vond dat echt, een cadeautje. In de brede zin van het woord. Ja, echt leuk. Ja. Nee, en het is echt ontstaan omdat ik ook in Leiden zag. Dat ik eigenlijk zag, er zijn heel veel mensen met mooie dingen bezig. Alleen, die komen niet zo op het journaal.
Weet je wel? Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan zouden er echt andere dingen op het journaal komen. Maar dat mooie, dat positieve, dat liefdevolle, dat vriendelijke, die random acts of kindness, dat wordt allemaal maar minimaal. En wordt dat eigenlijk zichtbaar? En mensen weten het soms dus helemaal niet van elkaar. Van, oh, ben jij daar ook mee bezig? Oh, wat mooi. Ja, dus zo'n verlangen van, goh, ook weer, hoe zou het zijn als je daar het licht op laat schijnen? Hè? Juist die onverwachte dingen. Ik weet wel, in Leiden in beginjaren liep er wel eens iemand mee, of die deed mee, en die deed een Amélie-wandeling. Weet je wel, van de Franse film Amélie. En dan ging je zo anders kijken naar de straat waar je inliep. En eigenlijk is dat ook wel een soort de essentie. Je gaat anders kijken naar de mensen die je tegenkomt, naar de mogelijkheden die er zijn, naar alle ideeën over wat geluk zou moeten zijn en hoe groot het is of wat je daar allemaal wel niet voor moet doen. Al die tips en trucs. Ja, daar kun je boekenkasten mee vullen. Maar eigenlijk gaat het er ook over van ja. Kan je het zien en kan je er dankbaar voor zijn? En kan je de houding hebben van, goh, wat als? Wat als ik dit doe? Wat als ik. Ja. Verwondering, nieuwsgierigheid. Ja. Ja, een beetje dat, hè? En het is wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. Ik kan me voorstellen dat het heel veel energie geeft. Ook voor de mensen die meedoen, maar ook ja, voor iedereen eigenlijk. Ja. Dus ja, ik vond dat toen al heel inspirerend. En ik vind het heel leuk dat je er nog steeds mee door bent gegaan. Ja. Ja, super. Ja, Dus het dat. heeft de afgelopen paar jaar dat we natuurlijk niet live bij elkaar mochten komen, hebben we wat dingen online gedaan. En het grappige is dat het voor mij ook wel een project is wat, zeg maar, ik was toevallig wakker op het moment dat het geboren wilde worden. Dat kon ik, en ik heb ja gezegd, hè? Dus het is niet zo van, dit gaat helemaal buiten mij om, ik heb ja gezegd. Maar die houding heb ik eigenlijk altijd er een beetje mee gehad. Zo van, ja, laat maar weten. Weet je, is het de bedoeling dat we doorgaan? Of is het de bedoeling dat iemand anders het over gaat nemen? Of het stopt, of wat dan ook. En dat is heel erg leuk. Want daardoor is het niet iets wat voor mij ook aan allerlei verwachtingen moet voldoen. Maar mag ik ook, zeg maar, geïnspireerd worden als ware het een soort muze die de rijkheid ook steeds weer in mijn oor fluistert. Van ja, maar er zijn, weet je, het is nog steeds belangrijk dat het gebeurt. En het is nog steeds ontroerend om te zien. En nou, Ja, zo. maar niet vanuit het gevoel van, oh, we moeten elk jaar op die datum dat organiseren en dan moet altijd op een bepaalde Nee. manier. Nee, dat is ook het leuke daaraan. En het is ook wel, ik vind het ook wel een uitnodiging om gewoon dingen anders te organiseren. En eens te kijken van, misschien wel niet te organiseren. Ja. Dat organiseren. Ja, maar dat is wel leuk. Dus je valt niet in een hokje, maar ondertussen vind ik toch wel heel duidelijk wat je doet eigenlijk. Dus, en je laat het je influisteren, dus het huis van mogelijkheden, dat is ook zoiets, weet je wel. Ja. Het is ook een soort kijken wat er mogelijk is, kijken wat er kan, kijken wat er gebeurt. En het is allemaal leuk en het is allemaal goed. Ja, nou ja, en soms is het ook wel even slikken, weet je wel. Ik bedoel, niet iedereen snapt dit. Hè? Dus soms, ik weet wel in het begin ook dat mensen dan echt heel boos konden worden over de geluksroute. En dat ik echt dacht, hè? Sorry. Maar goed, met dat in het licht zetten, komt natuurlijk ook die schaduw wordt helderder. Dus ja, dat kom ik ook wel tegen. Maar wat het heeft gebracht, is dat ik daar niet zo van schrik meer. Ja, soms wel hoor. Als iemand echt heel vervelend is, dan is het wel even slikken. Maar het is veel meer zoiets van, oh ja, ik ben veel meer in de en-en. Weet je, de geluksroute gaat natuurlijk over dat geluk. Maar heel helder voor mij is, maar als ik mijn ongeluk of mijn verdriet of mijn pijn of wat dan ook niet wil zien of niet wil nemen, ja, dan komt dat andere ook minder binnen. Hè? Dus ik doe sinds een paar jaar ook met een vriendin rouwcirkels, soms alleen, soms met haar.
En ja, de ruimte die heet Ruimte voor Rouw. En als ik zie wat daar gebeurt, ja, dat is gewoon een highway to geluk, zeg maar. Ja. Weet Ja. je rouw durven nemen en, ah, oh, wacht even, dan komt er allerlei ruimte en dan komt het, ja, dan zie je mensen ook echt in hun lijf helemaal, een beetje, dan gaat dat borststuk gaat open, zo van, ah, oh, ja. En dan is het geluk ook weer veel makkelijker te zien. Dat wordt helderder. Of ja. Dus ja. Dus het is altijd inclusief geweest. Het Ja. hele. Ja. Het is natuurlijk op zich ook wel logisch, zonder licht geen donker en andersom. En, ja. 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 Steeds. Ik vind het ook wel grappig dat er heel erg veel nadruk wordt gelegd op dat gelukken en dat je gelukkig moet zijn en happy en dit en dat. Ja. Terwijl in het niet happy zijn, of het even toevallig gisteren een interessant interview met Dirk de Wachter gekeken en die zei dat altijd van ja, je mag ook ongelukkig zijn, is ook oké, weet je wel. Ja, Als je het maar natuurlijk. samen doet met iemand anders. Dus dat is ook het mooie van zo'n cirkel natuurlijk, waarin je dat kan delen met andere mensen. En omdat er dan andere mensen zijn, kan je er ook iets mee. Ja. Dan kan je het ook soort van, nou ja, hij legde het heel mooi uit. Ik kan het natuurlijk weer niet precies helemaal reconstrueren. Maar in ieder geval, ik vind dat een interessante gedachte, weet je wel. We zitten altijd zo te focussen op van dat alles de hele tijd goed moet gaan en dat het allemaal happy, happy, happy. Maar ja, juist doordat je ook de mindere dingen hebt meegemaakt, kan je het geluk ook veel beter zien en ook nog beter waarderen, volgens mij. Is dat ook nog een dingetje? Dus Ja. nou ja, daar vinden wij elkaar wel in, volgens mij. Ja. In die Ja. manier van naar de dingen kijken. Maar ja, nee. Ja, nou ja, dat heb ik ook altijd wel heel leuk gevonden van, zeg maar, en dat vind ik nog steeds leuk van de geluksroute, dat het zeg maar zo divers is. Dus het kan inderdaad iemand zijn die een heel spirituele workshop geeft. We hebben ook wel eens iemand gehad die deed, ik weet niet of ik mag vloeken op de podcast, maar fuck het geluk. Van, oh ja, mag je een keertje al die schaduwkanten, mogen die ook gezien worden, zeg maar. Was ook super boeiend. En weet je, omdat ik heb wel eens zelf ook wel eens tranenflesjes gemaakt. Dus daar konden mensen mochten komen en dan had ik flesjes en dan gingen we ze vullen met nog een verdriet en dan een etiketje erop van, ja, zoveel verdriet is er nog voor, zoveel tranen zijn er nog voor dit verdriet. En ja, het grappige is dat het dan dus, dan wordt het rijker eigenlijk. Dan wordt het gewoon rijker. Als het er gewoon allemaal mag zijn en je er naartoe kan bewegen, dan wordt het leven rijker. Ja. Ja. Ja, en het ruimt ook beter op. Als Ja. je het niet onder het vloerkleed stopt, ruimt het ook beter op. Ja. Letterlijk en figuurlijk, onder dat vloerkleed uit. En toch maar even doorgaan, door even zien dat het er ligt. Zoiets, ja, ik moet daar denken aan vloerkleden, oké. Maar goed, ja, ik denk van, oh ja. Maar goed, ja, dat je feel the feels eigenlijk in de brede zin van het woord, dat is het eigenlijk denk ik gewoon. Ja. Zowel de blijdschap als het mindere. En ja, dat is voor mij ook de definitie van rijkdom. En rijkdom gaat voor mij heel erg daarover. Maar het gaat natuurlijk, ja, weet je, het gaat over energie. En alles is energie. En het gaat dus ook over geld. Geld is ook energie. In mijn ogen in ieder geval. En ja, dat vind ik toch altijd wel ook een leuke vraag om iemand te leren kennen. Dus dan gaan we het toch even over geld hebben. Wat heb jij van huis uit over geld meegekregen? Ja, een beetje wisselende boodschappen. Zeg maar, aan de ene kant zeg maar, heb ik wat Zeeuwse voorouders. Dus was toch wel een beetje het zuinigen en een beetje ja, goed opletten waar je geld aan uitgeeft. Ja, soms keuzes maken niet omdat je dat per se wil, maar omdat het goedkoper is. En aan de andere kant dat er eigenlijk niet zo over gesproken mocht worden en er mocht vooral ook niet moeilijk over gedaan worden. Dus ik snapte niet zo heel erg veel van geld, zeg maar. Ik heb sowieso, en dat heb ik nog steeds, mijn hele leven niet gesnapt waarom geld een doorslaggevende factor zou zijn dat iemand iets wel kan doen of iets niet kan doen. Ik vind dat we veel te veel belang hechten aan, hè,
geld is macht, is, ja, dus dan is het voor sommige mensen wel bereikbaar en voor sommige mensen niet. Ik denk altijd, we hebben het zelf verzonnen. We zijn toch ook echt in staat om een beter systeem. Want op zich is geld in zichzelf niet zo heel. Dat is gewoon inderdaad energie. Ja, het is gewoon een maar hoe we ermee omgaan, wij zijn toch ook wel betere systemen te bedenken. Ja. Dus het is een beetje wisselend. Wisselend. En ik kan wel voelen dat ik ook lang dus wel zelf ook keuzes heb gemaakt. Ik weet niet. Ik heb een tijd in Australië gewoond, vlak bij de Great Barrier Reef. Nou vind ik onder water ook een beetje spannend. Maar we hebben ook daar nooit echt een duikcursus gedaan, omdat die best wel duur was. En nu denk ik, hoe dan? Ja. Hoe heb ik bedacht, dat ga ik niet doen, want dat is te duur. Weet je, ik heb wel heel veel andere dingen wel gedaan hoor. Dus ik was niet in alles overheersend. Maar wel dat ik nu, als ik zo terugkijk, denk, oh ja, soms heb ik ook wel, ja. Maar heb ik dat gevoel van tekort heeft ook voor mij in geld gezeten. Ja, want het is best wel grappig inderdaad, van dat je dan denkt van, nou, dan zit je op die plek. Nou, dan zou je toch zeker wel dat moeten doen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon nog wel zijn dat je het niet graag genoeg wil. Of ja, natuurlijk. Ook, denk ik ook van, je kan ook snorkelen. Zie je ook de mooie dingen. Ja, zelfs dat hebben we weinig gedaan, zeg maar. Want dat was ook best wel duur. Oké. Ja, dus ik heb altijd wel, dus ik heb tot lang best wel ook een beetje zo'n gevoel gehad. En tegelijkertijd heb ik wel heel veel gedaan, want ik heb veel gereisd en alles. En ook toen ik weer terug in Nederland was, heb ik altijd een soort eigen rekening gehouden, waar in ieder geval 1000 gulden of 1000 euro op stond. Zodat als de nood heel hoog werd, van ik zou weg moeten, dan kon ik ergens naartoe. Daar heb ik uiteindelijk nooit heel erg gebruik van gemaakt. Maar dat gevoel van, oh ja, dat heb ik in ieder geval. Ja. Ja, dat was wel belangrijk voor mij ook. Dat komt dan toch misschien wel uit die achtergrond, inderdaad. Ja hoor, absoluut, ja. En toen op een gegeven moment kwam ik er natuurlijk achter, het gaat hand in hand met dat ik ergens anders in mezelf ook een tekort voel. Mm-hmm. En dus ik zeg maar, in mijn praktijk geef ik ook wel thema-avonden over geld en overvloed. En als ik dan voor geld sta, of iemand anders, die staat op de plek van geld, zeg maar, zonder dat het per se persoonsgebonden is, dan is de boodschap van geld eigenlijk altijd, ik wil graag dienen. Weet je? Het geeft mij uit aan dat wat dient. Ja. Dus die energie is natuurlijk weer heel anders dan, ik moet het sparen, want. Ja. Ja. Nou, en ja. Ik heb er wel een aantal jaar over gedaan om die reis te maken van naar, ah ja, maar wat als? Ja. Maar, ja. Ik vind sparen toch wel, ook sparen vind ik ook wel dienend, alleen niet alles sparen. Kan ook het gevoel van dat je zegt van, nou, dan heb ik altijd de mogelijkheid. Dat kan ook wel dienend zijn. Ik vind het wel interessant. Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk wel van, nou, ik zou toch denken van, op zich is het is een appeltje voor de dorst, is op zich niks mis mee. Alleen, als je dan, zeg maar, alles bijhoudt. Ik had het toevallig vanochtend daar nog met iemand over van, als je alles vast wil houden, dan heb je geen ruimte om te ontvangen. Letterlijk en figuurlijk. Omdat je je handen vol hebt met vasthouden. Ja. Dus die, weet je wel, het moet wel losgelaten worden op een bepaalde manier. Maar ja, het is best wel heel interessant. Maar ik denk toch dat, want deze vraag stel ik natuurlijk altijd. Dat het toch best wel voor heel veel mensen. Het is eigenlijk heel gek dat het zo ingewikkeld is. Terwijl het eigenlijk ook weer best heel simpel is. Ja, nou ja, het is wel leuk om te sparen als je ook bedenkt, en waar zou ik het dan graag aan uit willen geven? Weet je wel, als je alleen maar sparen om het sparen, ja, dat. Ja. Nee, nee. Ik heb een hele tijd, dat was zo'n oefening, volgens mij heb ik die van Esther en Jerry Hicks toen ergens een keer gelezen, heb ik een briefje van 100 in mijn portemonnee gedaan. Want op een gegeven moment kwam ik erachter, oh ja, ik.
Ik ben al heel veel, zeg maar, opgeschoten in dat vertrouwen in geld en zo, maar geld voor mezelf uitgeven, nou, dat vond ik nog wel een dingetje. Dus toen heb ik dat briefje erin gedaan en elke keer als ik dat zag, dan dacht ik, oh, en dat zou ik dus voor mezelf kunnen kopen en dat zou ik voor mezelf kunnen kopen en dat. En dan hoefde ik het al niet eens meer te kopen, daadwerkelijk, want ik had iets in mezelf vrijgemaakt van, oh ja, dat zou ik mezelf kunnen gunnen en dan. Ja, dat kan ik gewoon doen. En dan kan ik voelen, maar wil ik dat ook echt? Nee, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ja? Dus ik ben wel echt ook van dat soort oefeningetjes gaan doen. Ja. Van ja, ik zat... er was op een gegeven moment zo'n Millionaire Mind Intensive... in Ahoy of zo, of in... Ja, ik kan me herinneren, ja. Ja. En toen was ik daar en toen... werd er de vraag gesteld, nou, stel je voor je bent miljonair. En ik merkte dat per direct ging ik dicht. Ik dacht echt, ja, nou ja, dat gaat echt nooit gebeuren. Dus het heeft helemaal geen zin om daarover na te denken, zeg maar zo. Het was heel fascinerend om te merken, want ik heb echt een ruime fantasie. En ik... dus het was bijna nog makkelijker voor mij om me voor te stellen dat ik een zeemermin was. daadwerkelijk ja. dan dit en toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wel raar, daar zit iets, daar moet ik op onderzoek uit, dus dat ben ik wel gaan, ik ben echt wel daarmee aan de slag gegaan, van goh, wat maakt nou dat ik dan toch geld ergens zo'n grote rol geef. Ja, en ook, het is inderdaad ook een vraag die ik je wilde stellen, van wat zou je doen als geld geen rol zou spelen? Als je dus inderdaad, nou ja, miljonair is dan eigenlijk nog beperkt. Maar ja, weet je, wat doet dat met je, dat idee? Terwijl ik denk, ja, weet je, waarom zou je eigenlijk geen miljonair willen zijn? Bedoel, als het geld in de goede handen is, dan kan er zoveel gave dingen mee. Dus hoe leuk zou dat zijn eigenlijk? Maar op een of andere manier is het inderdaad best wel voor veel mensen zo van, oeh, dan klap ik dicht. Want dat is gewoon bijna niet voor te stellen. Terwijl, als iemand anders het kan, waarom zou jij het dan niet kunnen? Ja, nee, tuurlijk. Dat waren ook alle belletjes die gingen rinkelen. Van, wow, dat is raar dat ik dat niet eens kan bedenken, zeg maar. Ja, ja. Maar ik kan wel voelen dat het antwoord, wat zou ik nu doen als ik miljonair was? Ja, ik zou geloof ik niet zo superveel veranderen aan mijn leven. Nee. Weet je, dat is ook wel weer interessant om te merken dat daar voor mij dus niet per se meer vrijheid zit. Nee, nee. Ik bedoel, ik zou voor andere mensen ja, weet je, ik zou plekken voor andere mensen willen. Ik zou mijn zoon wel een huis willen kunnen geven, zeg maar. Of nou ja, in ieder geval een deel. Weet je, dus in die zin, in dat soort dingen zou ik het doen. Maar dat ik echt denk, ik zou super heel anders gaan leven. Dus ik zou het eerder, het zou heel snel weer op zijn, omdat ik het weg zou geven. Ja, maar als het oneindig zou zijn... Ja, dan zou ik blijven leven. Ja. Maar je zou niet voor jezelf dan oneindig, je zou niet alsnog die duikcursus gaan doen. Oh ja, dat zou ik misschien best wel doen, maar dat zou ik nu ook kunnen doen zonder dat, zeg maar. Ja. Snap je? Ja, ja, ik snap het. Ja. Dus het is niet dat ik. Dit is, ik ben heel blij dat geld niet meer de voorwaarde is van ik zou het wel of ik zou het niet doen. Ja, ja, dus daar is wel echt iets geshift. Dat is wel interessant. Ja. Ja, dat is wel echt iets geshift, ja. En als je nu, nou ja, je hebt net een paar voorbeelden genoemd van als je een miljonair of nog meer oneindig geld hebt. Waar geef je zelf nu op dit moment graag je geld aan uit als je het uitgeeft? Wat vind je belangrijk? Oh, dat is wel een interessante. Moet ik eventjes... ja, ik geef best wel veel geld uit aan dingen die ik weer weggeef. Okay. Dus ik heb aan wol om hartjes te haken. Of aan dingen om door te geven. Aan vilt.
Ik kan voelen voor dit jaar wil ik geld uitgeven aan reizen. Ik wil weer wat dingen in het buitenland les gaan geven en zo. Dus daar ga ik wel, geef ik ook wel geld aan uit. Ik geef geld uit aan de huur van het Huis van Mogelijkheden. Omdat ik echt heel erg kan voelen dat dat ook een bijdrage levert, die is eigenlijk, die is weer bijna niet uit te drukken in geld, zeg maar. Zo. En ik hou wel heel erg van lekker eten, wat ik niet per se altijd zelf hoef te koken. Dus dat vind ik heel gezellig, met gewoon zelf of met de kinderen. Ja. Ja, ik geloof dat. Dat is toch een prachtig Ja, antwoord. en wat er bij mij opkomt, is als ik een coaching doe of iets, dan werk ik eigenlijk alleen nog maar met waardebepaling achteraf. En er zijn gewoon best regelmatig ook mensen die het niet kunnen betalen. Dus dan, zeg maar dan, of die weinig kunnen betalen. Dus dan ergens, zeg maar, geef ik dan mijn tijd. Ja, dus ik zou mijn tijd kunnen besteden aan iemand die het volle pond kan betalen. Of iemand die dat niet kan en wie ik ook heel erg gun dat je die magie van opstellingen, dat je daar mee kennis kan maken en dat daar iets van inzicht komt. Dus dat is niet, dan, daar geef ik niet daadwerkelijk mijn geld aan uit, maar daar geef ik wel mijn tijd aan uit. Is ook geld. Ja, waardoor er geen ander geld binnenkomt, zeg maar, zoiets. Dus die komt ook omhoog. Maar ik vind het dus heerlijk om in die stroom te staan van geven en ontvangen. Ja. Mooi. Ja, zo. En stel nou dat je jou, misschien is het je wel eens overkomen, dat je nog maar één tientje hebt. Wat doe je dan? Waar geef je dat? Geef je het uit? Of ga je dan sparen? Of wat doe je? Je laatste tientje. Mijn laatste tientje. Ik zou iets doen waarvan ik geniet. Of lekker ergens koffie drinken met een vriendin of iets. Mooi, ik zou kaartjes kopen en postzegels en mensen. Ja, want als ik mijn laatste tientje, dat betekent dat ik ook wel redelijk aan, misschien wel, ik weet niet zo goed wat dan, zeg maar, de Ja, er kan volgende wel dag weer geld gaat komen, maar je brengen. weet niet wanneer. Ja, nou, maar dat zou ik. Ik zou hopen dat ik dan de moed heb om dat te doen. En dat ik niet denk, zo, maar dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat weet ik niet zeker. Maar dus ik zou hopen dat ik dan kaartjes stuur naar alle mensen die ik lief heb. Met een mooie boodschap of zoiets. En als je een tientje vindt op straat? Oh, dat vind ik echt te leuk voor woorden. Ik vind geld vinden op straat vind ik een van de leukste dingen die er bestaat. Nou, nee, dat is natuurlijk een beetje onzin, maar ik vind dat altijd leuk. En of het nou 5 cent is of een tientje. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment na die Millionaire Mind Intensive, dat ik echt dacht, nou, ik ga gewoon me helemaal openstellen. En toen zag ik op straat een briefje van 50 liggen. Zomaar. Ik dacht, nou, oké. Het werkt. Het werkt. En toen pakte ik het op en toen bleek het €150 te zijn. Toen heb ik wel echt ook even gedacht, ja. Ja, ik ga natuurlijk nooit vinden van wie dat is, zeg maar. Dus vond ik wel veel geld om zo te vinden. Maar ja, ik heb het toch aangenomen. Ik heb het niet laten liggen. Ik heb het echt aangenomen en gedacht, nou, dankjewel, universum. En ik geloof 2 weken later verloor ik zelf een keer een briefje van 20 of weet ik veel, twee briefjes van 20 iets. Dus ik dacht, oh ja, dat is wel de stroom waar ik ook instap. Het komt naar me toe en dat gaat ook weer door naar iemand anders die het goed kan gebruiken. Dus dat heeft mij ook losser gemaakt in als ik zelf iets verlies. Hè, of kwijtraken of wat dan ook. Dat ik denk, ja, nou ja, oké, dan moet het dus kennelijk naar de volgende.
Ik weet nog wel eens dat mijn fiets gestolen was en dat iemand toen zei, ja, dan heeft iemand anders hem harder nodig. Ja, zo kan je het Ja. zien. Nee, Ja. maar goed. Het is soms een beetje kort door de bocht, want je mag ook oud voelen. Ja, precies. Maar het Nee, is maar ik wel snap je grappig punt om. hoor. Ja. Ja, Ja, ik sta dan ook niet te springen van, jee, ik ben 40 euro kwijtgeraakt. Weet je, nee, maar ik kan precies. wel voelen, oh ja, maar dat is de belofte die ik doe. Ik wil in die stroom staan. Ja. Ik heb een cursus gevolgd bij Ken Honda. Ik weet niet of je hem kent. Hij is een Japanse zen-biljonair. En hij zegt altijd van als je geld ontvangt, dan moet je zeggen arigato money. Hè? Dus dank je wel geld. En als je het uitgeeft, moet je ook arigato money zeggen. Voor Ja. hetgeen wat je ervoor terugkrijgt. Want je krijgt er altijd iets voor terug als je geld uitgeeft. Ook Ja. als je het aan de belasting geeft, krijg je ook iets terug. Ja. Hopelijk iets waar je wat aan hebt, mooie wegen, weet ik veel wat. Lantaarnpalen, ik heb geen idee, maar in ieder geval, weet je, dat gevoel. En weet je dat het dus continu in flow moet zijn? En ja, ik geloof er ook wel heel erg in dat dat zo werkt. En hij is daar heel, heeft daar allemaal inderdaad ook grappige dingen over. Ja. Ah Dus ja, een beetje, grappig. ja, Ja. Maar 100 het is, euro ik heb harder dat ook werken. wel een tijdje. Het is wel leuk, want ik zit nu een beetje tegen administratie aan te hikken. Maar dat ik inderdaad toen ook met elke overmaking die ik deed, zei ik, dankjewel. Het is fijn dat ik het heb, dat ik het kan betalen, dat het me brengt waar ik nu voor betaal. En het was ook voor dingen waarvan ik echt dacht. Wil ik eigenlijk, ik bedoel, wij hebben hier, het is natuurlijk overal, maar de WOZ-waarde van huizen is natuurlijk bizar. Dus je betaalt een redelijk groot bedrag aan gemeentelijke belastingen, waarvan ik dan niet per se altijd het nut zie. Maar zelfs om die te betalen met een, nou, Ja. een soort dankjewel, een soort, ja, maakt wel heel veel uit. Ja, ik zet het tegenwoordig ook op mijn factuur aan mijn klanten. Zoiets van dankjewel voor dit geld, dat het jou in zoveel fout terug mag komen. Oh ja. Ja, is ook leuk. Ik had in één keer zoiets van, ja, dat wil ik doen. Dat doe ik gewoon, kan mij het schelen. En nou, ik vind het zelf een prettig gevoel, want ik gun het mensen ook echt. Dus ja, als het een Ja. nep ding is, dan is het een ander verhaal. Maar ja. Hey, Ja, maar het in is een ieder leuk veld om mee te spelen ook. Ja. geval. Ja, leuk dat je het ook zegt, zo. Leuk veld om mee te spelen. Ja, weet je, dat experiment. Ik denk dat daar heel veel waarde in zit. Gewoon kijken wat werkt voor jou, wat is voor jou fijn. En we hadden net al even over jouw rijkdom. De manier waarop jij de dingen doet, denk ik dat dat een van jouw, ja, dat is wel, denk ik wel, onderdeel van jouw rijkdom. Maar wat zou jij zelf zien als jouw grootste rijkdom? Het is zo grappig. Ik heb dan ergens, ja, dat is wel een heel cheesy antwoord, maar dat ik leef. Ja. En dat ik niet Is dat meer. cheesy aan? Ja, dat Sorry, ik denk, maar. het klinkt zo een soort open deur, een beetje banalig, alsof het veel diepgaander dan dat zou moeten zijn. Maar ik ben gewoon ongelooflijk dankbaar dat ik leef. En dat ik echt leef, zeg maar. Voor de kansen die ik krijg, voor de mooie mensen die ik ontmoet, voor mooie gesprekken of ja, dus dat ik helemaal ja zeg tegen het leven en ook bereid ben om dat om door mij heen te laten stromen wat door mij heen wil stromen. He, dus er is ook leven dat door mij heen geleefd wil worden. Ja. Ja, dat is mijn grootste rijkdom. Dat Ja. ik dat zo kan voelen en zo ja tegen kan zeggen. Want ik ken ook de andere kant. Dat ik het leven super ingewikkeld vond. En me zo anders dan anderen voelde. Dat ik eigenlijk niet zo goed wist hoe ik dat vorm moest geven. En dat ik nu op een plek ben waarvan ik echt denk: ja, maar ik. Dit is wie ik ben en zo. Mag het door mij heen stromen en hè, mag het vorm krijgen. Ook al snappen nog steeds best wel veel mensen dat niet. En dat is helemaal oké. Ja, maar dat is natuurlijk ook.
wat jij in het begin al vertelde van de tegenstelling, of het helemaal geen tegenstelling is, maar ja, blijkbaar denkt men dat, tussen het hoofd en dit hele intuïtieve gedeelte natuurlijk. Als je heel slim bent, dan, weet je, dan hoor je een soort van in dat hokje van je moet allemaal slimme dingen doen en slimme dingen zeggen, terwijl het anders natuurlijk een andere wijsheid. Maar wat is dan het slimste? Ja, hè? Nou, de samenwerking. Exact. Dus dat is juist. Ja, maar goed, dat is dus best wel grappig dat daar nog steeds ook een tweedeling is van, ja, of je bent vaag en zweverig of weet ik wat. Dat past dan niet bij dat superrationele wetenschappelijke manier van naar de dingen kijken. En ja, als je dat allebei kan, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon goud. Om even een bruggetje te maken. Maak jij even een bruggetje. Maar ik maak even een bruggetje. Bouw even een bruggetje naar de, ja, weet je, ik denk wel dat ook de kracht is dat je dat allebei kan. Dat je ook dat hele slimme stuk hebt. Maar ja, dat maakt wel natuurlijk dat je, bij welke groep hoor je, misschien wel een vreemde eend in de buit kan voelen op sommige plekken. En dat is natuurlijk altijd, ja, dat is best heel interessant. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het een enorme kracht kan zijn, juist als je dat omarmt van, hé, hey, weet je, ja, ik ken bijna alleen maar mensen die zeggen, ja, maar ben ik nou gek? Mensen die zeggen van, nou, ik voel me zo anders. 9 van de 10 mensen die ik spreek, die zeggen dat tegen mij van, ja, ik voel me echt anders dan andere mensen. Dat is toch grappig eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Ja, dat is heel bijzonder. Dan aan mijn bubbel? Of, of heeft iedereen het eigenlijk een beetje? Nou ja, ik had bij een van de gesprekken van de Cirkel van Veerkracht, maar dan de Engelse editie, had ik het met iemand over een soort scavenger hunt door het leven. Een soort, voor mij is dat dan zeg maar jutten, strandjutten. Mm-hmm. En voor mij is de geluksroute ook altijd een soort strandjut idee van ja, je verzamelt gewoon mooie mensen en mooie dingen en ja, dat is het. Ja. Ik denk dat ik dat zo ook een beetje in mijn eigen leven doe. Weet je, ik verzamel van alles wat leuk is en wat mooi is. En op een gegeven moment merk je, oh, wacht even, maar er zijn meer mensen die dat op die manier doen. Alleen ook weer, die mensen zijn niet zo heel erg zichtbaar, want het is een beetje een zwerm ook, weet je. Ja. De ene moment ben je met z'n allen daar en dan gaan er een paar die kant op en een paar die kant op en dan kom je elkaar daar weer ergens tegen en... Weet je, dat is een veel meer een fluïde, organisch geheel dan ik ben dit en ik doe dat. En dus kun je mij altijd daar en daar vinden, zeg ja. maar. Ja, ja. Ja, dat zeg je mooi. Ja, dus die verzameling van mensen die zich anders voelen. Ja, is natuurlijk ergens een soort, bijna een soort, ja, of misschien wel een soort circuskaravaan of zo. Maar dan niet per se met mensen die enorm, zeg maar, aan de buitenkant heel anders zijn. Maar die zich van binnen anders voelen. En ook een ander verlangen hebben over, ja, hoe gaan we nou eigenlijk om met deze wereld? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met dat wat ons gegeven is? Ja, ja. Belangrijke vraag. En maar als het gaat over jouw goud, wat denk jij dat jouw goud is? Mijn goud gaat over verbinding en over ja, als ik het zo, dan is verbinding over inclusiviteit en over creatieve expressie. En eigenlijk creatieve expressie van de divine. Want we maken dat soms heel erg alleen maar van ons mens, mens, mens zijn. Heel klein mens zijn. Maar ja, ik geloof echt dat we zo verbonden zijn met een veel groter geheel. En dat we daar als mens een creatieve expressie van zijn. Dus dat zijn de dingen die voor mij goud spinnen. En die ik dus ook, waar ik goud mee spin, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik vind het, als iemand zich weer even zo herinnert aan het licht wat hij is... Hij of zij is. Ja, dat vind ik een magisch moment. Zeg maar, dat is echt een gouden moment. Als iemand dan echt zo kan voelen van... Oh ja, en ik ben niet alleen. Ik ben in verbinding. En iemand... Ja. Ja. Deel van het grote geheel. En dat je dat dan heel bewust bent. Ja.
is ook bijzonder altijd als je dat ervaart. Het is niet de hele tijd. Maar als het Nee. is, dan weet je, oh ja, dat is het. Het is wel heel fijn, ja. Ja, we gaan het ook even hebben over inspiratie. Want dat linkt hier wel heel erg aan, vind ik ook. Boeken. Ja, je haalt je inspiratie natuurlijk uit allerlei dingen, maar ook waarschijnlijk wel uit boeken. En ik ben heel nieuwsgierig naar wat jouw favoriete boek is en waarom. Als je er één kan kiezen. Een boek Ja, wat je dat ook al is natuurlijk gedaan echt. heeft. Dat is voor iemand die dit gesprek begint met dat ze zichzelf de vrijheid heeft om niet meer te kiezen. En wat een cadeau dat was. Ik hou ongelooflijk van boeken. Als klein meisje, ik denk dat ik 11 was. En toen had ik de hele bibliobus bij ons uit. En toen ging ik door naar Jan Wolkers. Het was een beetje te vroeg. Maar ik heb altijd mijn hele leven lang gelezen. Dus ik heb 20 boeken op mijn nachtkastje liggen. Ja, dus ik hou echt heel erg van lezen. Ik vind Brené Brown heel, heel cool. Ik vind Rise Sister Rise van Rebecca Campbell vind ik heel mooi. Is een Schotse schrijfster, Lucy Pierce heet ze. Hij heeft een boek geschreven over de creatrix en over de medicine woman. En She of the Sea. Nou, die titel alleen al, dan smul ik. Dus ik ben echt een veelvraat in het lezen. Je bent zelf een beetje een She of the Sea. Ja, hier. Ook al heb je die duiker Denk ik dus niet altijd gedaan. Ja, She of the Sea. Ja. Ja, dat vertelde je in een gesprek wat wij hadden als voorgesprek op jouw dingen. Dat jij zo graag in de zee zwemt, toch? Ja, dat is. Ook in de winter, dat zeezwemmen heeft echt. Dat is wel bijzonder, inderdaad. En als het verder over inspiratie gaat, heb jij iemand, nou ja, die jij ziet als een voorbeeld of die jij heel inspirerend vindt? Een ondernemer, maar mag ook een heel ander persoon zijn. Of een eigenschap, dat mag ook. Dan iemand zei van ja, dat is wel een heel moeilijke vraag. Ik denk ja, misschien is het een eigenschap die je bewondert in iemand waarvan je denkt van ja. Ja, nou ja, ik vind het wel heel leuk, zeg maar. Je vroeg natuurlijk op een gegeven moment waar geef je je geld aan uit? Ik heb het afgelopen paar jaar wel geld uitgegeven, ook aan trainingen. Cursussen, vooral in creativiteit, in intentional creativity. En degene die dat zeg maar ook wat verder de wereld in heeft gebracht, Shiloh Sophia, die doet dat ondernemen echt heel erg vanuit een vrouwelijke kwaliteit. En die is ook een soort unapologetic. Ja, zeg maar, deelt ze over die verbinding met het grotere geheel, over het fluisteren van de muze, over de vrouwelijke archetypen, over, ja, ik, daar kan ik wel heel erg van genieten als ik naar haar kijk en nou ja, zie hoe ze dat doet. En tegelijkertijd is het soms ook heel Amerikaans, waardoor het zeg maar veel te veel is. Maar die unapologetic zeggen van, ja, maar wacht even, maar ondernemerschap ziet er dus zo uit. En ik ben een expressie van de Divine Feminine. Ja, dat vind ik wel heel cool. Dat vind ik wel heel erg mooi om te zien. Dat dat ook in ondernemersland, zeg maar, kan. En dat daarmee iets in beweging komt. Ja. Want ik denk wel dat wij dat ook vrouwen, zeg maar, lang hebben ondernomen volgens de regels van het mannelijke. En zonder mannen af te vallen. Hè, maar er zijn een soort, ja, weet je, het hoort zus en zus en zo. En toen ik denk, nou, maar dat is één kant. En er is ook die intuïtieve kant, die eigenlijk, die heel veel mannelijke ondernemers, topondernemers natuurlijk echt wel inzetten. Maar die veel moeilijker te vangen is in woorden. Ja. Ja, dus dat boeit me. En er zijn ook mannelijke ondernemers die daarmee bezig zijn. Die ik ook heel. Jaworski is bijvoorbeeld een Amerikaanse onderzoeker en ook ondernemer.
En David White. Dus zijn we echt ook wel mannen die daarmee bezig zijn. Ja, dat vind ik heel boeiend. Als mensen die, ja, die verbinding kunnen maken tussen het hoofd en het hart en onze buik. Hè, voor vrouwen de plek van de baarmoeder, maar de buik en onze handen. Ja, dan vind ik dat er ontstaat er iets magisch. Ja. Ja, en dat is volgens mij ook, ja, ik heb het gevoel dat het ook heel erg, zeg maar, nou, die kant gaan we nu op weer, eindelijk. Dat zie ik in ieder Ja, geval ik wel hoop heel het. veel. Ik zie wel veel vrouwelijke ondernemers veel meer voor een vrouwelijke kant staan en veel meer minder, ja, toch dat superzakelijke, doelgerichte, strategische, heel erg resultaatgerichte op een hele andere manier invullen. En dat is wel heel interessant om te zien. En het is ook heel, ik ken ook mannen die het inderdaad ook doen op die manier. Meer die, ja, toch meer die met cyclussen, maar dan ander soort cyclussen. Maar wel een soort van veel meer kijken naar van, hey, wat is er allemaal nog meer? En welke, wat past bij mij? En niet van, oh, zo hoort het. En we moeten het zo doen. En als je die en die stap volgt, dan weet je wel, dat is het enige. Ja, dat lineaire is natuurlijk, dat heeft wel een beetje zijn langste tijd gehad, zeg maar. Want ja, dat werkt, voor sommige stukjes werkt dat prima, maar voor het grotere, de grotere cyclus of de grotere spanningsboog werkt dat helemaal niet meer. Want dan is het niet meer een soort logica van dat na A komt B, C. Weet je, dan gebeurt er opeens iets anders en dan moet je toch, ja. Om daar op een gezonde manier voor jezelf en de ander. Dan moet je andere dingen kunnen inzetten. Dan, dan die moet je andere dan wel kennen. Strategieën. Ja. Dus dat is wel belangrijk dat je weet van, dat je goed weet hoe je wat dat betreft werkt. Ja. Het hele 9-to-5 idee dat je de hele dag productief moet zijn. Kan helemaal niet. Hoe dan? Nee, Hoe maar kan het probleem dat? Is dat is natuurlijk al zo lang bekend. Ja. Weet je, ik heb arbeids- en organisatiepsychologie gedaan. Toen ik afstudeerde was al bekend, en dat is al wel even geleden, dat dat eigenlijk allemaal niet meer zo werkte. En dat waren er ook al, Peter Senge bijvoorbeeld, die heeft al prachtige dingen, Daniel Off zijn over bezieling in organisaties. En dan gaat het echt over iets anders dan van 9-to-5, hoor. Ja. En dan gaat het echt over iets anders dan productie draaien en en alleen maar harder werken als oplossing. Ja. Maar goed, ja, we zijn hardleers, blijkbaar. Ik zeg, ik doe het heel breed. Maar dat is nou ja, hopelijk beginnen nu de zaadjes in ieder geval wel een heel klein beetje. Ik heb het gevoel dat het wel een beetje aan het shiften is, eerlijk gezegd. Ja, ik zie dat ook. Ik zie absoluut dat daar stappen in gezet worden. Soms vind ik het lastig omdat het voor mij niet per se dingen zijn die vermarkt zouden moeten worden. Maar we vermarkten natuurlijk alles. Dan denk ik van ja. Dus dan doen we dat nieuwe, maar ergens proberen we nog steeds in het oude vermarktsysteem te proppen. Ik denk, ja, wat als, nou ja, weer wat als we dat nou ook zouden durven loslaten. En dat betekent helemaal niet dat je alles zo plop moet laten vallen. Maar wel dat je eens voelt van, oh ja, ik houd wel met een beetje te veel kramp vast. Hoe zou het zijn als ik het zo eens even open doe? Of ik probeer het gewoon vandaag eens open te doen. Ja. Dat. Ja. 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 Agree. Marieke, als we jou echt zouden kennen, wat zouden we dan over jou weten? Ja, ik had die vraag gelezen en toen zat ik te voelen van, goh, zijn er nou nog dingen die ik niet zou zeggen of die ik niet al ergens ooit heb gedeeld? Of, Heb je gekke eigenschappen? Hè? Heb je gekke eigenschappen waar wij ons over mogen verbazen? Nou, wat ik wel grappig vind, wat ik ook niet overal vertel, omdat ik dat ook wel een beetje spannend vind, is, ik heb een hele bijzondere band met dolfijnen. En ik weet wel dat ik dat, daar had ik eigenlijk
al heel lang. Vind ik heel fascinerende beesten. Maar ik had ook altijd een beetje zoiets van, pff, nou, weet je, mensen die daar dan mee bezig waren, die vond ik zo ver verwijderd van de aarde dat ik dacht, daar kan ik niks mee. Totdat ik een keer in Amerika op een gingen we zeg maar whale watching doen, maar toen kwamen eerst al die dolfijnen en ik stond te huilen. Ik dacht echt, wat gebeurt mij? Maar de tranen over mijn wangen en het bleef maar stromen. Toen dacht ik, oké, daar, nou ja, weet je, dus ik heb wel meer van dat soort momenten gehad waarvan ik dacht, oh, daar moet ik dus iets mee. Dus dat ben ik toen gaan onderzoeken en ik heb nu een aantal keer met wilde dolfijnen gezwommen. Nou ja, het zijn zwemmen met jou, hè? En ja, dat is fascinerend. Daar kan ik op de een of andere manier mee praten. Op de een of andere manier, ja, zijn daar boodschappen die doorkomen die ik via hun heel makkelijk tot me kan nemen. Merk dat ik het dus ook wel een beetje spannend vind om het te zeggen hier. Ja, want je denkt, Maar je hoort al die mensen zeggen van, oh, wat zeggen ze dan? ja, nou ja, ik had van de zomer was ik vorig jaar was ik op Mallorca en want ik was voordat zeg maar de wereld dichtging was ik in Hawaii en daar had ik een training gedaan over die intentional creativity en ik had een week met dolfijnen gezwommen en dat was echt waanzinnig. Ik kwam helemaal zo terug. En toen ging de wereld dicht, zeg maar. Dus dat was echt wel even. Ik stond helemaal open en. Nee, dus dat was wel een grote overgang. Maar toen waren we dus op Mallorca en toen gingen we zo'n cruise doen 's ochtends. Cruise, gewoon op een boot gingen we de zonsopgang zien. Maar misschien ook dolfijnen. En nou, zo'n hele groep mensen allemaal. Oh ja, daar kwamen op een gegeven moment dolfijnen. Dus iedereen, oh kijk, kijk, kijk. En ik dacht bij mezelf, ja, daar. Nou, dus ik intuïtief zei ik, joh, als er iets is wat jullie me te zeggen hebben deze keer, dan sta ik hier. Dus ik ben gewoon aan de zijkant van de boot gaan staan. En nou ja, er kwamen dus allemaal dolfijnen. En hun boodschap was, wat fijn dat jij het op de aarde doet. Wij doen ons werk in zee, in de oceaan, met het zwemmen in geometrische figuren en zeg maar de heling of nou, de verhoging van de frequentie in ieder geval, dat doen wij. En wat fijn dat jij het aan land wil doen, dat jij het op de aarde wil doen. En dat is geen makkelijke taak. Dat was hun boodschap. Ja, ik was echt helemaal, ik dacht, maar het voelde zo waar. Ik kon echt voelen van ja, dat is precies wat er aan de hand is. En de allereerste keer dat ik met ze ging zwemmen, kwam ik het water in en was de boodschap: hé, ben je daar eindelijk? Ja, weet je. Het is echt een overgave voor mij om dan daarop te vertrouwen en dat niet allemaal weg te wuiven en te denken van ja, dus, ja, weet je, je hebt nu wel je grens aan raarheid en andersheid bereikt. Maar om dat gewoon te voelen en te zeggen, ja, dat is het. Ja, maar ja, goed, je hebt ook paardenfluisteraars en hondenfluisteraars. Mijn bovenbuurvrouw is een kattenfluisteraar. Die zei altijd tegen mij van, ja, jouw kat zit de hele dag te mauwen en ik heb even met haar overleg, maar dan moet dit, dit en dit. En ik denk alleen maar, ja, schat, als jij dat zo tegen mij gaat zeggen, waarom zou ik dat dan niet voor waar aannemen? Ook al kan het een invulling zijn of whatever, weet je wel. Maar ik vind dat wel interessant. En ik snap ook wel dat je denkt van, wow, ga ik dat echt zeggen? Ja, Ja. maar het is ook wel een soort bevrijding. Ja. Ja, om het nu gewoon gezegd te hebben, echt denk ik, oké. Ja, en ja, weet je, kijk, sommige mensen kunnen vinden communiceren heel ingewikkeld. En andere mensen communiceren meer op een energetisch niveau, als in ze kunnen goed body language lezen. Ja, waarom zou dat? Ik denk dan altijd van ja, waarom zou je dat niet? Waarom, ja, als dat, als jij daar een heel erg feeling mee hebt. Ja. En dat is dan wel heel grappig dat dan zo. Ja, dat je dat zo ervaren hebt en dat je dus ook, nou ja, dat je daar ja, blij van wordt, dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, Mensen zijn, ja. ik vind het echt een heel fijn, bijzonder deel. Het is wel voor mij hand in hand gegaan met
zeg maar het erkennen van mijn hooggevoeligheid. Ja. Dat stuk anders zijn heb ik heel lang soort super ingewikkeld gevonden. En toen ik met opstellingen begon, dacht ik, oh, maar hier kan ik het helemaal inzetten. Hier kan ik het helemaal, hè, mag het helemaal door me heen stromen, mag ik het helemaal leven. En met de dolfijnen is dat een soort ja, dat is een soort kers op de taart, hè, Ja. erbij. Ja. 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 Ja, maar goed, maar eigenlijk is het dan raar dat je zou denken van dit is raar, terwijl dat andere mensen, ik bedoel, ik heb in mijn podcast ook al meerdere mensen gesproken die bijvoorbeeld heel intuïtief zijn en met overleden mensen kunnen praten. Ja, dat zou net zo goed dan vreemd kunnen zijn. Ja, ik denk, waarom eigenlijk? Je hebt volgens mij daar wel meerdere levels Ja, in. Dan dat dan omdat we in kan. een maatschappij leven. Sorry. Ja. Nee, we leven in een maatschappij waarin dat niet normaal is. En tegelijkertijd is het ook maar net weer in welke bubbel je begeeft. Want in mijn bubbel zitten dus heel veel mensen die van dat soort dingen kunnen. En ik vind dat ook. En dan denk ik van, wat leuk voor je. Ja, het lijkt me wel raar als het je overkomt. Maar het lijkt, denk ik ook van, oeh, interessant. Ja, nou ja, ik heb een tijd in Australië gewoond in een Aboriginal community. En daar was natuurlijk, alles was bezield. Ja. Dat was heel lekker, omdat dat was wat ik eigenlijk altijd heb gevoeld. Dus die rijkdom, hè, van ja, alles heeft een ziel, alles is, alles heeft een frequentie, alles heeft een magie. Dat was toen echt een soort, als een soort warm bad. En in Nederland heb ik daar toch ook wel weer een tijdje mee gestoeid. Van ja, wij leven dus niet zo. Wij leven niet alsof alles bezield is. Wij leven eigenlijk alsof niets bezield is. Ja, zelfs wij Hè? zelf niet. Ja, zelfs wij Ja. zelf niet. Ja, dus dat zielenwerk, wat dan over dolfijnen gaat, maar wat met opstellingen natuurlijk ook, ja, daar sta je ook soms representant voor iemand die al is overleden. En er komen toch boodschappen door. Ja. Hè? Dat is zo'n andere, dat is zo'n, ja, voor mij dus veel rijker, maar het is zo nog een beetje buiten de norm. Ja. En het is wel aan het over. Er worden wel steeds meer verbindingen gelegd. Ik zit Ja. hier natuurlijk enorm te gebaren van links Ja, naar het rechts. zit heel erg te gebaren inderdaad. Ja, maar dat geeft niks. Volgens mij voel je die energie ook wel op de opname. Maar dat is, maar ja, dat is, nee, ja, ik ben het met je eens dat dat gewoon, dat er gewoon, weet je, dat je op een bepaald punt komt. Niet iedereen misschien, maar wel mensen die ervoor openstaan, die er gevoelig voor zijn. En de een is dat nou eenmaal meer dan de ander. Maar dan komt op een bepaald punt dat je gewoon toch ergens realiseert van, ja, weet je, we zijn onderdeel van het grote geheel en alles is inderdaad met elkaar op een bepaalde manier verbonden. En als je dat heel sterk voelt, dan ga je natuurlijk dat ook, daar ga je daar ook meer voor openstaan. En ja, de een is gevoeliger voor die signalen dan de ander. Ja, zo interpreteer ik dat een beetje. En denk ik ook van, ja, weet je, dat is ook prima. Weet je, we hoeven ook niet allemaal hetzelfde te zijn. En, vond ik ook wel een mooie les van Dirk de Wachter, we hoeven elkaar ook niet allemaal te snappen. We hoeven niet Nee. alles te begrijpen. Het is helemaal niet erg dat er een beetje mysterie is soms. Dat maakt ook wel, dat is ook goed voor de verwondering en de nieuwsgierigheid. Maar ook voor jezelf, hè? Je hoeft Ja. ook niet altijd alles precies gelijk op dat moment van jezelf te snappen. Nee, nee. Het gaat over, ben je bereid om met verwondering te kijken? En Ja. Ja, ja, want dit dan is word je een heel zelf ook mooi. interessanter van. Ja, zeker, ja. Ja, stel dat je toch al helemaal. Ik vind het wel grappig, altijd mensen die zeggen: ja, ik ben een open boek. En dan denk ik altijd: ja, maar dit boek kan maar op één bladzijde open liggen. Dus. Ja, Maar precies. Dan ben ik heel benieuwd naar die elke andere bladzijde. bladzijde. Ja. Er is een heel mooi gedicht van Rielke, als ik het goed heb. En dat gaat over dat je, als je bereid bent om de vragen te leven, dat dan, om de vragen te ontmoeten op je weg, dat je dan op een gegeven moment merkt, oh, ik leef het antwoord. Ja. En dat is denk ik een beetje wat voor mij, ja, ook wel die rijkdom in zich brengt. Dat ik ja, soms snap ik niet, hè, wat er precies gebeurt, of is het niet, ja, is het,
kijk ik ook met verwondering naar van, goh, wat komt er nu op mijn pad? Of wat wordt er nu eigenlijk van mij gevraagd om te doen? Durf ik de vraag te stellen van, nou, laat me maar zien waar ik kan zijn vandaag. Dus die vragen te leven en dan op een gegeven moment merk je, oh, maar dit is het antwoord. Oh, oké, nou. Hè? Ja, volgende dan weet ik dat. Ja, weet je, dan is hij geïntegreerd. Dan, ja. Nou ja, zo. Ja, mooi. En als het gaat over levenslessen, jij hebt natuurlijk, nou ja, je hebt het leven geleefd. En het is door jou geleefd. Het is door jou geleefd en het is door jou geleefd. Zo zou je het wel kunnen zeggen, denk ik. Zijn er nog levenslessen waarvan jij zegt van ja, dat is wel echt. Dat is wel speciaal of dat is wel bijzonder of daar ben ik dankbaar voor. Oh, wauw. Ja, ik denk dat een heel belangrijke levensles voor mij is geweest om toe te bewegen naar dat waar ik eigenlijk vandaan wil. Dus naar de tranen die op een gegeven moment leken alsof ze nooit meer zouden stoppen als ik er aan zou beginnen, om daar toch naartoe te bewegen. Om de boosheid die, waarvan ik dacht, ja, als ik die echt, dan weet ik, dan wordt er een duiveltje in me wakker, zeg maar. Om daar toch naartoe te bewegen. Dus om te voelen van, ja, ik zeg helemaal ja tegen al dat menselijke gedoe. Ja. Ik hoef niks te bypassen, ik hoef niks, ik hoef nergens omheen. Ik hoef ook niet vast te houden aan dingen, weet je. Ik hoef niet te zeggen, nou, ik ga 6 maanden op reis in het land van boosheid. Dat hoeft nou ook weer niet, maar ik hoef ook niet de deur dicht te doen als het aanklopt. Mm-hmm. Hè? En ik kan ook nog bedenken, ik nodig het uit. Zeggen, oké, ja, kom maar. Laat maar even voelen waar. Hè, want dan blijkt dat boosheid voor mij in ieder geval heel erg gekoppeld zit aan mijn levenskracht. En als ik mijn boosheid een beetje wegduw, dat ik dan eigenlijk ook iets met mijn levenskracht doe. Want dan ben ik zoveel energie bezig met het onderdrukken, dat ik eigenlijk niet zo heel veel energie over heb voor andere dingen. Dus ja, die levensles van gewoon maar uitnodigen van wat er ook op mijn pad komt. En de ene keer vind ik dat makkelijker dan de andere keer natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar wel, dat heeft mij wel heel erg geholpen om, ja, gewoon heel erg ja te zeggen tegen het leven. En daar dus, ja, daar de rijkdom in te vinden. En een veerkracht, daar heb je ook wel een flinke stapel van. Daarom heb je ook de cirkel van veerkracht organiseer. Dat doe je natuurlijk ook al best wel een tijdje, dat je daar interviews en mensen interviewt ja. Over veerkracht. Maar hoe zie jij veerkracht zelf? Wat is voor jou veerkracht? Kan je het leren? Ja. Ja, ik ben heel erg overtuigd dat we veel meer kunnen leren dan dat we denken. Dat we veel meer het idee opgelegd hebben van, ja, maar dat moet je gewoon kunnen. En als je het niet gewoon kan, dan kan je het ook niet leren. Maar volgens mij kunnen we veel meer leren. Dus veerkracht is ook ja, voor mij een soort spier die je kan trainen. En ook weer door er naartoe te bewegen. Hè, dus ja, om dat waar ik geen veerkracht in voel. Ik had het bijvoorbeeld vanochtend. Ik dacht echt, ik werd wakker. Ik dacht echt, oh, weer reed. Je moest op de fiets, hè? Ja, ik moest op de fiets. En morgen is het de sterfdag van de vader van mijn kinderen. Oh, wow, ja. Altijd een beetje zo, weet je, dat zit je dan een beetje zo tegenaan te hikken. En ik dacht, oh, ik zeg voor vandaag alles af. Ik blijf alleen maar in bed. En dat ik dan voel, ja, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Ik moet gewoon even voelen dat ik, weet je, dat merk ik op in mezelf. Maar dat is eigenlijk niet wat mijn echte behoefte is. Ik heb eigenlijk gewoon even, voordat ik weer aan iets begin, heb ik eigenlijk even gewoon tijd voor niks nodig. Ja?
Dus dan ga ik gewoon even alleen maar ademen. En dan denk ik, ik adem liefde in en ik adem liefde uit. Ik adem liefde in en ik adem liefde uit. En zo dan, zo even een paar minuten maar. En dan voel ik, oh wacht even. Ja, ik ben het een beetje aan het wegstoppen. Dat ik het eigenlijk, hè, heb ik er dan een beeld van, nou, ik zit toch lekker stevig in elkaar. Ik heb die veerkracht ook wel een beetje. Ja, dan laat ik me toch niet op de kop zitten door een regenachtige ochtend. Ja. Zo'n beeld heb ik dan even. Maar dan voldoe ik eigenlijk niet zo aan mijn eigen verwachting. En ja, dus door daar dan dat allemaal even zo te zien en te laten en niet weg te duwen en dan helemaal bij mezelf aan te komen met die ademhaling. Ja, dan kan ik daarna, merk ik ook, oh, ben toch opgestaan, zeg maar, weet je? Dus het is, ik, voor mij is het echt een iets wat ik kan trainen door als het ware op de pauzeknop te drukken en even terug naar binnen te gaan. Te voelen dat ik ademhaal. Te voelen waar het misschien een beetje verdrietig is of waar het een beetje vast zit. Daar oké mee te zijn. En dan komt er als het vanzelf, zeg maar, komt de volgende beweging weer. Weet je? Want ik had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, ja, ik zeg wel alles af. En ik lig vandaag met een boek in bed. Ja, maar dat was eigenlijk dus niet wat nodig was, conclusie. Dat was niet wat nodig was, Ja, nee. ja, ja. Ja, nou ja, dat is wel mooi als je dat gaat voelen. En ook dat je soms kan voelen inderdaad van nou, maar dit gaat helemaal niet over inderdaad van de Blue Monday. Het was Blue Monday vandaag, dus ja, logisch dat je zo voelt. Ik zou eigenlijk denken dat jij de hele dag staat te dansen in de regen, singing in the rain. Maar soms voel je die gewoon niet. En als je, nou ja, wat je zei van de sterfdag van je vader van je kinderen. Nou, dat zijn ook nogal wat dingen, weet je. Ik bedoel, dat heb ik ook altijd, dus al 10 jaar geleden. Mijn vriendje is overleden. Maar ik heb dat ook altijd op die sterfdag en op die verjaardag. Dus gewoon even een beetje. Bah. Niet leuk. En ook koesteren. Maar ook wel even dat gevoel van getver. Ja, en dat is ook oké. Okay. En die Ja. veerkracht, daar zit voor mij ook de veerkracht in. Voelen van, oh ja, oké. Okay. Maar niet te lang erin blijven hangen. Een soort van, inderdaad, kan ik het ademen? Of kan ik het, of moet ik inderdaad in bed met een boekje? Dus ja, had ik op mijn verjaardag bijvoorbeeld. Ik had op mijn verjaardag geen zin in bezoek. Maar ik wou in bed met een boekje. Dat heb ik toen Ja. ook gedaan. Ja. Ja. Nou ja, dus jezelf toestemming geven, hè, Ja. dat dan is wat er is. Ja. Ja, dus het is veerkracht heeft voor mij ook wel hangt wel samen ook met het ontpellen, zeg maar, van die ui van verwachtingen. Ja. Oh ja, wacht even, maar voor wie denk ik nou eigenlijk dat ik dat of dat moet doen? Of hoe kom ik op dat? Hè, hoe komt dat beeld eigenlijk naar voren van hoe het zou moeten zijn? Oh, wacht even, maar kan ik dat laten en kan ik checken hoe het nu daadwerkelijk is? En dan, ja. Ja, dan komt gewoon het volgende. Ja, en dan in één keer het besef, oh, ik ben gewoon uit bed gestapt. Ja. Oh, hey. En dan zit je denk ik op je fiets en dan denk je van, oh, ik zit gewoon op mijn fiets. Ja, zo kan het gewoon gaan, ja. Ja, mooi. Nou, we gaan, ja, mooi gesprek, Marieke. Kan nog volgens mij wel uren doorgaan, maar ik heb nog één vraag voor je. Nee, twee vragen. Eén vraag namelijk, wat lees, luister en kijk je op dit moment? Nou, dat lijkt me een hele moeilijke, want je had net al over dat je hoeveel boeken op je nachtkastje had liggen? Een beetje veel. Maar wat luister je op dit moment? Luister je iets? Ja, ik was. Je bedoelt van een podcast of gewoon muziek? Boek, muziek, alles wat je maar. Ik ben niet zo heel goed met luisterboeken, omdat ik dan af en toe een beetje de draad kwijt ben. Maar ik luister wel heel veel muziek. Er is één favoriet nummer wat ik nu best wel veel luister, is In the Anthropocene. En dat is een, ja, vind ik een heel mooi nummer over hoe de dingen dus weer terugkomen.
Over hoe de stories come back en de medicine comes back. En de, hè, dus dat terugroepen waar we het net ook over hadden. Van, oh ja, dat vrouwelijke. En er is een lied van Mamuse, heet dat. En We Shall Be Known. En dat vind ik ook heel mooi. We shall be known by the ones who circle around the fires. Nou ja, it is time now. It is time to rise. Nou, dat vind ik ook heel fijn. Dus ik luister graag van dat soort muziek. Die muziek die een soort... Die mooiere wereld die er is en nog niet volledig is, die daar eigenlijk al signalen van zijn. Mm-hmm. Ja, ik was gisteren bij een theatervoorstelling van een vriendinnetje van mij. Ik ben eigenlijk haar vroegere oppas. En zij heeft nu een hele mooie theatervoorstelling en die heet Een Mooiere Wereld. En daar zitten ook van die prachtige teksten in. Van die teksten waarvan ik denk, oh ja, oh, heerlijk. Daar kan ik helemaal van, kan ik gewoon heel erg van genieten. Ja. Dus dat heb je gekeken? Kijk ook wel eens iets op televisie of een film of... Ja, ik kijk eigenlijk weinig televisie. De Mol, wie is de Mol? Dat is wel, dat doe ik al zo lang als die bestaat. Dus ik heb de allereerste seizoen waren ze in Australië. Dat vond ik ook een, toen ben ik een beetje verliefd geworden op Wie is de Mol. En daar blijf ik wel kijken. En voor de rest heb ik net de serie The Witcher gekeken. Vond ik ook wel interessant. Over de magie en over de strijd of het stoeien tussen goed en slecht. En hoe dat hoe we graag dat wegzetten als slecht en dat als goed. En hoe dat eigenlijk, ja, het zit natuurlijk in ons allemaal. Dat vond ik wel dat vond ik wel een lekkere serie om zo eens even te kijken. Er zat wel een beetje veel geweld in, dus die spoel ik dan een beetje door. Moet dan niet altijd even veel zin in. Oké. Ja, dat zegt ook iets over jou, dat is ook wel interessant. Ja, ja, leuk. Marieke, als jij nog iets mee zou willen geven aan de luisteraars, een tip of een gedachte, een uitnodiging, een inspiratie, weet ik veel. Wat zou jij geven? Ja, ik zou gunnen dat iedereen zichzelf kan omarmen. Dus dat je je armen om jezelf heen kan slaan en kan voelen, oh ja, ik koester wie ik ben. Of dat je in de spiegel kan kijken en gewoon kan denken, wauw, hi, mooi mens. En dat je dat in ieder geval een beetje zou oefenen. Gewoon. Het is lang niet zo makkelijk natuurlijk om in de spiegel te kijken en denken, wauw. Maar het is wel leuk als je het gaat doen. En als je dat kan je voelen dat er een verschil is tussen de selfies, mm-hmm. eindeloze selfies, en werkelijk in de spiegel kijken en zeggen, ik ben blij met wie ik ben. Ja. Ik denk dat als je daarin gaat trainen, in gaat oefenen, in gaat... ontdekken, daar zit, dat is een hele belangrijke sleutel, denk ik, tot ook vorm kunnen geven aan wat jij te brengen hebt. Want ieder mens is hier met iets, met een unieke, ja, die mag iets unieks betekenen. En dat betekent niet dat je allemaal groots en meeslepende dingen moet doen, maar jij bent degene die jouw buurvrouw kan aannemen als zij zegt iets over jouw kat. Weet je, er zullen ook mensen zijn die tegen haar zeggen, joh, doe maar niet of wat dan ook. Dus het feit dat jij voor jouw buurvrouw het bewijs mag zijn dat wat zij voelt klopt en dat je daarnaar wil luisteren, ja, hoe mooi. Weet je, op die manier van betekenis kunnen zijn voor elkaar. En het is een heel mooi stuk van Martha Graham.
En die gaat erover dat we ieder onze eigen unieke expressie zijn. En als jij dat niet tot expressie brengt, dan gaat het voor altijd verloren. Dat vind ik een enorm hoopgevend iets om het maar gewoon te durven. Ja, ik zeg het ook altijd, als je zoveel goud in je hebt, dat heb je niet voor niks. Alles wat je verzameld hebt in je leven, al je inzichten, al je talenten, al je kennis, al je levensinzichten, alles. En als je daar dan niks mee doet, dan zit je op een hele grote kist met goud, met je cons, en dan doe je gewoon niks mee. Dat is eigenlijk een beetje asociaal. Toch? Ja. Nou ja, het is in ieder geval jammer. Ja, misschien een beetje, misschien een beetje een boutste statement, maar nee, maar Ja, goed. ik denk dat mensen natuurlijk ook best wel vaak het zo spannend vinden om te zien dat ze op die kist met goud zitten. Ja, dat snap ik ook wel. Weet je, dus die maken er iets heel kleins van. Ja, nou, en ook wat moet je ermee? Hoe dan? Hoe Ja. dan? En wat doe je er dan mee? En wat ze als het op is. Ja. Het kan niet op, het is oneindig, maar ja, moet je hem ook maar voelen en weten. Dat is natuurlijk best wel spannend. Nee, dus het is ook wel een beetje een statement om te zeggen van dat het asociaal. Maar wel dat je gewoon voelt van hey, als dat geen reden is om het te doen, omdat het er gewoon, het is je gegeven, dus je mag het ook weer doorgeven. Cool is dat. Nou ja, het is natuurlijk zeg maar zowel het opblazen van jezelf als het kleiner maken van jezelf is, ja, ik zou eerder zeggen, het is ongezond, maar het is alle twee niet dienend. Nee. Hè? En dat is wel interessant, want we hadden het natuurlijk over dat miljonair zijn en zo. Denk ik, ja, maar dan ben je de rest van je leven miljonair. Dat betekent dat geld altijd bij jou is. Want anders ben je geen miljonair. Dus ik zou liever een doorgeefluik zijn voor miljoenen dan Ja. dat ik miljonair ben. Ja. Ja. Snap je? Ja. Ja, dat is wel een interessante, want dat is inderdaad wat mensen streven daar dan naar. Er moet wel dan blijven stromen, want als het niet blijft stromen. En als jij het uitgeeft, dan ben je het niet meer. Ja. Is er niet als Ja. er, maar tenzij er natuurlijk elke keer weer wat bij komt. Maar ja, dan moet je ook maar op Maar vertrouwen goed, dat dat. dan is er de hele tijd een miljoen bij jou. Ja, maar misschien is er Dat wel miljoen, zoveel dat... miljoen dat er bij iedereen een miljoen kan zijn. Ja, ik. Dit is natuurlijk zat. Ja, dus als er gewoon bij iedereen een miljoen kan zijn, dan is dat probleem ook weer opgelost. Of als Ja. er, weet je, ja, het is natuurlijk uiteindelijk allemaal virtueel. Dus. Maar goed, nou ja, ik vind het een interessante gedachte. Nou, die laten we eventjes zweven. En dan zeg ik tegen jou, dankjewel Marieke, voor het zeer inspirerende gesprek. En voor je mooie gifts die je allemaal hebt uitgedeeld. Ja, dank Superleuk. u wel voor de uitnodiging. En heerlijk om zo vrij en ja, gewoon vrij en open en liefdevol te mogen spreken en ontvangen te worden. Dank je wel. You're so welcome. En voor de luisteraars, nou heel erg tof dat je geluisterd hebt en dank je wel. En laat weten wat je ervan vond natuurlijk. En tot een volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno met een T aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.